vandaag Reni Vis, Elfriede Zelderust, Frank Masterling, Harry Noltes en Siem Scherpenzeel uitnodigen om hiervoor plaats te nemen. En dan zou ik jullie graag allemaal ook nog wat toe willen spreken. Hier op een mooi rijtje naast elkaar. Het gezicht deze kant op, dat is even met de rug naar de zaal, maar dat komt goed. Dat doen we straks, dan draaien we dat nog even terug. Het Kamans er niet tussen, alstublieft. Dankjewel. Beste Reni, beste Elfriede, beste Frank, beste Harry, beste Siem. Jullie hebben alle gemeen dat jullie gedreven door een drang naar iets goeds te betekenen voor de lokale samenleving voor zich te vecht en je daarvoor met hart en ziel in te zetten. Jullie hebben bijgedragen aan het politiek-bestuurlijk bestel wat langdurig is geweest van aard. Jullie hebben dat al die jaren gedaan en je hebt het met veel inzet en met veel verven gedaan. Dat was in ieder geval 12 jaar en in sommige gevallen zelfs langer. En dat is precies de reden dat koning Willem-Alexander jullie ter gelegenheid van jullie afscheid heeft benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Beste Reni, beste Elfriede, beste Frank, beste Harry, beste Siem. Ik wil jullie heel graag de versierselen op gaan spelden die daarbij horen. En feliciteer jullie vanaf deze plaats met deze prachtige kroon op het werk wat jullie hebben gedaan. En vraag de zaal om een heel mooi lang applaus. En dan ga ik ondertussen alvast aan het werk. Applaus voor deze mensen.